Ja jongens, het eerste jaar van Destiny is achter de rug, twee uitbreidingen en nu is het tweede jaar. En dat betekent dat Forsaken voor de deur staat, de eerste grote eigenlijke expansion. Leon, Destiny heeft een moeilijk jaar achter de rug gehad, dus ze gaan het allemaal goed maken met Forsaken. Ja, het is mooi, niet meteen hoge verwachtingen scheppen, ja. Dat is heel goed. Nee, Forsaken is al de eerste echte grote uitbreiding die we krijgen voor Destiny 2. Dat betekent dat we echt een stortvloed aan nieuwe content krijgen. Destiny krijgt wat meer een Wilde Westen stijltje met deze uitbreiding. Het grote nieuwe gebied heeft ook echt 8 barons. En die hebben allemaal een eigen speelstijl. Dan moet je allemaal één voor één uitschakelen. Het speelt zich af in een soort van samengesmolten asteroïdenveld. Ja, maar wacht even. Wilde Westen? Ja, het heeft een beetje... Is het Cowboys Indianen? Het is geen Cowboys. Is het Red Dead Redemption in Destiny? Ja, dat is precies is Red Dead Destiny? Ja, en ze hebben allemaal hoeden en revolvers. Nee, het heeft wel een beetje die uitstraling. Maar dat is niet echt waar we deze Gamescom de focus op hebben gelegd. Waar we namelijk de focus op hebben gelegd, is de grote nieuwe modus van Destiny 2, Gambit. Gambit. Wat gaan we doen in Gambit? Gambit is eigenlijk vrij uniek voor de Destiny-serie omdat het voor het eerst PvP en PvE-elementen combineert. En dan vragen mensen zich af, wat is PvP, wat is PvE? Speler versus speler en speler versus omgeving. Wauw, jij praat zo mooi Nederlands. Ja, maar ik heb een Nederlandse gaming-website, ik doe heel veel vertalen. Ja, precies. Nou, het spel speelt... Wow, wat is gameplay in het Nederlands? Is dat spelspeel? Nee, gameplay is gameplay. Oh, oké. Nou goed, in ieder geval de gameplay is daardoor dus vrij uniek. Binnen 10 seconden wat Gambit is net als in een normale shooter, dus weg je in twee teams. Ieder team heeft zijn eigen arena en je moet gewoon de computergestuurde vijanden afslachten. Twist is echt dat die computergestuurde vijanden tokens achterlaten. En die tokens dien je te verzamelen met je team. En die kun je vervolgens inwisselen voor een blokker. En die blokkers zijn heel handig, want als je een blokker verzamelt, dan kun je bij het andere team extra vijanden spawnen. En dan kunnen zij dus weer geen blokkers inwisselen. Oh, dus het is wel PvP. Maar je komt elkaar eigenlijk niet tegen. Je komt elkaar tegen op het moment dat je 25 of 50 blokkers hebt verzameld. Want dan wordt er één speler getransporteerd naar de arena van de andere team. En dan kan hij dus nog even extra schade aanrichten. En zodra je 75 tokens hebt verzameld, komt er een hele grote eindbaas. En als je die verslaat, dan vier jij zegen. Om maar eens op zijn Nederlands te houden, is het victory voor jouw team. Ik vind complexe multiplayer modi altijd heel erg leuk. Je hebt in Call of Duty World War II heb je zo'n modus dat je jezelf kan transformeren als een meubel. Een meubel in het huis en dan moet je jezelf verstoppen. Superleuke modus, spelen heel weinig mensen. Maar supercomplex ook, maar ik hou daarvan. Ik vind het leuk als het verschillende zeg maar, fases heeft. Het klinkt voor mij best wel tof eigenlijk. Het is ook heel tof, het pakt heel leuk uit. En waardoor het ook goed uitpakt, denk ik, is omdat Bungie heeft een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd in de gameplay. Eigenlijk twee. En expres spreken we hier over veranderingen, want het zijn geen vernieuwingen, want, twist, de veranderingen zijn dat ze teruggaan naar de vorige staat, namelijk teruggaan naar de gameplay van Destiny 1. Er waren veel klachten op Destiny 2, vooral vanwege de veranderingen. Wat gaat er terug? Twee dingen dus. Ten eerste worden de wapens worden weer van die random drops. Dus het is niet langer dat je altijd, als je een wapen oppikt, weet dat de stats zijn. De stats zullen altijd willekeurig zijn. En ten tweede is het power slot, waar best wel veel kritiek op was in Destiny 2, is verdwenen. Je hebt nu gewoon 3 generieke wapenslots en daar kun je alles ingooien wat je wilt. Waaronder de nieuwe pijlenboog. Dat klinkt allemaal vet. Er worden wat dingen teruggedraaid waar spelers van Destiny 2 niet helemaal tevreden over zijn. En we krijgen een vette nieuwe gameplay modus met Gambit. Klinkt echt heel tof. Eén dingetje, er was wat controverse over de Season Pass. Inderdaad, de Season Pass. De controverse is eigenlijk dus dat hij er is. Bij de vorige twee uitbreidingen van Destiny, de twee grote uitbreidingen van Destiny 1, kreeg je ook de content drops die het jaar daarop volgde, zodra je de uitbreiding kocht. Dat is dit keer dus niet zo. Als je de Forsaken koopt, krijg je gewoon alle content van Forsaken. En ik moet toegeven, dat is best wel heel erg veel. Maar de content drops van de winter, van de lente en van de zomer, daarvoor zul je dus de zogenaamde annual pass moeten kopen. En dat is aan de ene kant kun je zeggen, Forsaken biedt dus al best wel veel waar voor zijn geld. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een beetje vreemd dat als jij net hebt geïnvesteerd in die uitbreiding, dat je dan na een paar maanden alweer nieuwe challenges en nieuwe wapens en nieuwe activiteiten mist. Dus is dit de eerste uitbreiding met een season pass? Ja, het is een soort, het is een uitbreiding op een uitbreiding komen binnenkort. Ja, oké. Okay. En daar mag jij voor betalen. Daar mag jij voor betalen. Ik hoor het in de comments. En ik ben maar wel bedankt dat je ons een update hebt gegeven van Destiny 2. De Forsaken downloadable content die heel snel verschijnt. Ook ook een doosje. Het is niet alleen downloadable content, het is ook een doosje komt die. Nou, je kunt hem ook voor Sinterklaas geven of voor Kerst. Ja, precies. En wil je echt alles weten? Leon heeft er ook een heel lang artikel, 900 woorden hoorde ik, over geschreven. Dat kun je natuurlijk lezen op gamersnet.nl.